Alle duo's hebben hun try-out gedaan. Vandaag komen ze voor het eerst allemaal samen om te horen wie Sergio het best vond. Ik vind het vooral heel spannend om de eerste reacties te zien. Om nervositeit te zien. Dag, chef. Met jou. Goed. Weet je wat plezant is om elkaar eindelijk eens te zien? Dat je een beetje kunt ventileren. Iedereen zit met spanning, iedereen zit met onzekerheden. Dus jij doet de zaal? Ja, dus in principe zijn wij dus ook de concurrenten. En heeft ook de wijn gekozen? Wij geven geen wijn. Wij geven geen wijn. Dat is geen concurrentie. Heb jij een hond ook bij? Nee, die mocht niet binnen van Marie. Marie, jij zegt geen hond in het restaurant. Oh, toch kun je ook knus? Ah, van misschien maar toch jullie zijn toch vegetarisch? Ja, maar we gaan die hond niet opeten. Ik wist dat die hond loopt daar rond. Hè. Food, bediening, samenwerking, concept. Wie is daar op dit moment het sterkste in? Ik zit nog een beetje in twijfel. Ik ken wel al een licht idee wie er op dit moment het verst staat. Lieve mensen, ik denk dat jullie al een fantastisch avontuur zijn begonnen. Een try-out is natuurlijk sowieso een keer goed om alles een keer te voelen en te beleven. Ja, ik had bij iedereen toch ook wel een plus en een min. Oh, een min? Jacques, we komen straks bij jou. Min? Ja, maar je moet wel lief zijn, want hij is heel snel opgezaagd. Ja, is waar. Ja. Oh, Kurt en Roel. Dat is zo ongelooflijk zwaar. Ik kan niet gang op gang naar superzware gerechten komen. Dat werkt niet. En natuurlijk ook een keuze maken. Waar ga je naartoe? Ga je Vlaams, ga je Zuiders? Toen ik naar huis reed, dacht ik van godverdomme, een rotzak. Heb je dat gehoord? Ja, maar. Maar 's ochtends had ik wel zoiets van, alright. Ja. Ja. En dat is terug even zoeken en je kijkt met een andere filter plots. En ja. Daar ben ik wel dankbaar voor. Marie. En Andy. Ja? Eerst en vooral moet ik wel zeggen, jullie concept. Pescotarisch. Dus eigenlijk vis en vegetarisch. Supergoed idee. Dat moet ik wel zeggen. Ja. Voor mij zijn groenten wel de toekomst. Maar natuurlijk, er is best wel veel werk aan de winkel. Ik denk, Marie, voor jezelf ook, dat je wel een beetje aan jezelf moet sleutelen. En wat oefenen en wat zorgen dat er wat dingen op punt komen. En die voor jou ook. Ja. Je rol, die je dan echt speelt. Ik denk dat je dat aan de ene kant goed doet. Aan de andere kant misschien een beetje meer be yourself. Ja, ja, ja. Dus nog een keer goed nadenken en nog een keer goede push aan geven. Klopt. Bieke en Erik. Ha. Ik vond de smaken op zich al goed zitten. Dat was wel een plan. En dat plan is natuurlijk koken vanuit je buikgevoel. En ik denk dat je vanuit die visie en vanuit die passie voor dat soort eten, dat heel goed zit. Jullie werken wel goed samen, vind ik. Het is wel een sterk gegeven. Bij ons gaat het om meer dan het eten alleen. En dat is misschien ook wel onze sterkte, dat het verhaal klopt. Herman en Jacques. Ik moet zeggen, Jacques, voor jou, chapeau. Dat je toch gelijk into the wine was. Goede keuzes. Prijskwaliteit. 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 Ja, 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 ja. Ja, je gaf ook wel goede feedback in de keuken. Ja. Herman, bij jou voel ik heel veel passie. Daar ben ik eigenlijk wel toch wel van geschrokken. Allee, ik vond dat wel fijn om te zien dat je toch wel zo gepassioneerd was in lekker eten. Dat was een topdag. Omdat ik het graag doe, maar vooral omdat het confronterend is met die realiteit. Hè. Dat is heel fijn om dat eens te zien, maar dat maakt het ook spannend natuurlijk. Maar goed, ik ben natuurlijk alle duo's afgegaan. Voor mij was het wel een zoektocht naar wie heeft er op dit moment als duo het beste gepresteerd. De winnaar die natuurlijk vandaag door mij gekozen wordt, als straks een keuze maken met wie hij gaat duelleren. Dat duo is de twee boys, Kurt en Roel. Wow. Ik voelde me niet komen dat wij het gingen winnen. We moeten straffe gasten hebben. Ja, blijkbaar. Wie boven ons gaat, in deze fase. Hallo. Die twee die hebben flair en die hebben uitstraling, dus die zullen zeker een goed restaurantconcept kunnen brengen. Voelt als een lichte voorsprong.
Toch een beetje, ja. Ja. Ik ben er wel blij om. Ook al denk ik van, ah, oh, fuck. Meestal is dat dan zo... De eerste die iets wint... Ligt er als eerste uit. Patat, hè. Ja, ja. Ja, ja.